Ik ben ongelooflijk bezeten van muziek. Ik ben al een jaar of 8 aan het zingen. En nu loopt het toch wel goed. Ik heb heel lang met Philip Dazen gezongen, een jaar of 3. En nu ben ik 2 jaar alleen bezig. En met de laatste single Zomerdromen, dat was een beetje een schot in de roos, hebben we nummer 1 gehaald in België. En we hopen dat jullie, de Nederlanders, onze noorderburen, daar ook wel helemaal weg van zijn. Hè? Normaal gezien is de bedoeling dat binnen 2 maanden de nieuwe single uitkomt. Daar kan ik helaas nog niets van vertellen. Maar het gaat een heel catchy, leuk lentenummer worden. Vrolijk nummer. En ik hoop voor de zomer een nieuw full album uit te hebben. Wel, eerlijk gezegd, in Nederland, het is de eerste keer dat ik hier bij de Brabantse toppers ben uitgenodigd. Ik hoop dat er nog een tweede of een derde of een vierde keer komt. Ik zal eens in Ivo zijn ogen kijken. Dus ja, voor de rest eigenlijk in Nederland nog nergens. Dus het is de vuurdoop. Mijn toekomstplannen zijn... ik ben een enorme dromer, dus ik hoop nog heel lang met muziek bezig te zijn en vooral te doen wat ik graag doe, muziek op te nemen die ik zelf graag hoor, waar ik me goed bij voel. En dat straal ik dan ook wel uit en we zien wel waar we terechtkomen. Mijn grote voorbeeld in Vlaanderen... Goh, ik heb er verschillende, maar misschien moet ik toch wel... Een groot voorbeeld misschien niet, maar mijn muziek leent een beetje aan naar Dana Winner. Misschien ook wel hier bekend. Dat is zeker, sowieso. Zij is al jaren bezig. En daar richt ik me zo'n beetje naar. Maar uiteindelijk moet je wel je eigen gevoel volgen en in het nummer leggen. Dus een heel groot voorbeeld. Nee, laat me gewoon mezelf zijn. En ik denk dat dat al meer dan genoeg is.